En er is ook, oh la la la, dat klinkt heel sexy, dus even checken of dat het ook echt is. Lore Abraham zit bij ons in de studio. Dag Lore. Hallo. Jij hebt oh la la la, zeg ik dat juist? Je zegt dat helemaal. Moet ik dat echt zo is zeggen? Is niet meer zo, oh la la la. Oké, ja, whatever. Exact. Jij hebt dat op poten gezet, maar wat is oh la 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 precies? Sorry. Oh la 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 is een online platform voor de Belgische muziek. Het gaat over Belgische muziek, maar ook over wat muziek met u doet. Mm-hmm. Want we zijn er eigenlijk van overtuigd dat bij elk moment in uw leven er een Belgisch lied hoort. Mm-hmm. Als je 's morgens opstaat en je bent nog niet goed wakker of je komt van je werk en je hebt echt een baaldag gehad, dan weet je zo dat je het juiste nummerje moet opzetten om dat te kunnen processen en je terug beter te voelen. En eigenlijk, oh la la la, brengt heel veel unieke verhalen over en achter de Belgische muziek. En ik heb dat samen opgericht met Koen Bouters, fotograaf, en dan Ron Reumann, hij is drummer en producer. En op de site van oh la 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 staat er Lore Abrahams, tussen haakjes, mental DJ. Dat is jouw functie, jouw taak. Wat is een mental DJ? Is dat een muziekpsycholoog of zo? Nee, niet echt. Of misschien wel, in zekere zin wel. In de zin van, muziek helpt gewoon enorm om hun emoties een stem te geven. En we hebben een onderzoek gedaan bij mensen, bij 1000 Vlamingen. En die gaven ook toe van, zonder muziek zouden wij gigantisch veel ongelukkiger zijn. Sowieso. 75% van de mensen gaf dat aan. Snap ik. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat muziek heel belangrijk is om gewoon de dag door te komen en je beter te voelen, ook op slechte momenten. Ja. En als mental DJ vind ik dat heel plezant om mensen daarbij te helpen en eigenlijk zo de juiste nummertjes te geven. Nu op het platform, maar daarvoor deed dat eigenlijk stiekem al lang via sms of via WhatsApp naar vrienden van kijk, deze is nu voor u. En dan is dat fantastisch om te zien. Ja, dat klopt. Dan stuur je gewoon aan mensen, die moet je nu eens even checken. Dat past perfect bij jouw moed. Ja. Ah, mooi. Ik lang leef de radio ook, als ik het zo hoor, hè, toch? Alleen bedoel, muziek op het juiste moment van de dag. Dus hey, we zijn goed bezig. Nu even super concreet. Stel, we gaan naar olalala.be. Dat zijn drie laadjes trouwens. Wat krijgen we allemaal te zien op die website? Wat kunnen we daar allemaal beleven? We vertellen heel veel verhalen vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit de kant van de muzikant, maar ook van de fan, de producer enzovoort. We laten eigenlijk heel dat muzieklandschap in België proeven, zien, voelen. Maar daarnaast hebben we ook gewoon heel veel leuke tools. Bijvoorbeeld die lijstjes ergens onderweg. We zijn ervan overtuigd van, je hebt muziek nodig dat past bij je gemoedstoestand. Dus je kunt gaan kijken in de lijstjes ergens onderweg. Balen, nog niet goed wakker, party, klaar voor het weekend. En dan krijg je allemaal Belgische nummers die horen bij je gemoedstoestand. En dat maakt je gewoon beter. Genius. Ja, ik zat vanmorgen 3 uur op de trein onderweg naar VRT. Ik vraag me af, is er zo'n Belgisch nummer dat perfect daarbij zou passen? Je neemt meteen je gsm vast. Ongelooflijk, ik ben hier net het ergens onderweg lijstje balen aan het nemen. Ik denk La Loi de Murphy van Ange. Oh my. Is ongelooflijk. Ja. Ene wat ik ook heel graag hoor is Mood Swing Baby. Zet ik veel op van Absent Minded. Ja. Maar even goed zie ik er tussen. Zwangergie met Niemand, ook een goed momentje. Misère van Wally. Allee, er zit er gewoon heel veel in. Okay. En ga zien daarna, Laura, je gaat je al veel beter Maar dat is worden. Goed om te weten, want straks in die trein er terug naar huis. Ik kijk er nu naar uit, maar dan heb ik tenminste inderdaad muziek te begeleiden. Fijn. En waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat we Belgische muziek in de kijker zetten? Omdat we gewoon een heel rijk Belgisch muzieklandschap hebben. We weten dat eigenlijk ook wel, want 8 op de 10 Vlamingen is echt super trots te zijn, maar de helft daarvan geeft ook toe daar ook niet zo heel veel van af te weten. Dus veel meer te weten komen dan voor Belgische artiesten. En dat gaan we ook doen en we gaan het ook laten horen, want ik hoorde daarnet dat Milo ook in jullie programma zat. Wel, Milo gaat nu vrijdag 12 februari om 8 uur onze eerste livestream sessie de ether ingooien. Dus hij komt op de sofa bij Tom van Stiphout en ze gaan samen vertellen over hun passie voor muziek. Ze gaan een aantal heel toffe nummertjes spelen. En kijkers kunnen ook chatten met hen om misschien een aantal nummertjes te vragen. Of als ze bijzondere vragen hebben, whatever. Volgens mij is een heel moeilijke vraag voor jou, Lore Abrahams, wat jouw favoriete Belgische nummer is. Maar als je toch moet kiezen, wat is jouw ultieme favoriete nummer dat wij nu op de radio mogen draaien voor jou? Ja, vandaag kies ik zonder twijfel voor Oh La 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 van Tissimatic. Je hebt het verkeerd uitgesproken. Oh La La La. Ja. Jij kunt dat beter, Sander. Ja, maar je moet zo'n beetje de Arno in jezelf naar boven. Oh La La La. Dat soort dingen, ja. Juist. En als mensen zin hebben in meer, kunnen ze naar olalala.be gaan.
En daar vinden ze nog veel leuke andere verhalen. Check. Belangrijke vraag nog, voor ik je laat gaan. Heb je al gestemd op deze Olala voor de Bravo België Top 100? Nu vrijdag op M&M? Nee, maar dat ga ik zo meteen in de gang doen, ja, Sander. Nu, hè. Nu, thanks voor de tip. Hey, graag gedaan. Merci.